Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit Hart van Nederland. Met vandaag grootscheepse alcoholactie op het water. Schippers werden door het hele land massaal gecontroleerd op overmatig drankgebruik. Weduwnaar Wim Esselink blijft strijdbaar. Hij pleit al jaren voor een veilige spoorwegovergang waar zijn vrouw en dochter zijn doodgereden. En wie verlaat morgen lachend het EK-stadion? Nederland of toch Tsjechië? In de meest oranje straat van ons land weten ze het al zeker. Wij gaan gewoon winnen. 2-1. Ja, weet ik zeker. Ja, en hij heeft ook verstand van ballen, ja. 2-1. Dit is Hart van Nederland met Cindy Dartel en Midika Peterson. Dames en heren, goedenavond. Lucia de B. zal de rest van haar leven achter tralies moeten slijten. De 42-jarige verpleegkundige uit Den Haag kreeg vandaag de uitspraak van het gerechtshof te horen. Levenslang en TBS met dwangverpleging dus. Het Hof vindt dat zij verantwoordelijk is voor maar liefst 7 moorden en 3 pogingen daartoe. Lucia de B. wordt op 23 maart vorig jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Maar ze gaat in hoger beroep. Vandaag bevestigt het Hof deze straf en legt er zelfs TBS bij op. Het is eigenlijk een dubbel slot. Levenslang is levenslang in Nederland, maar soms kan het voorkomen dat je gratie krijgt en het op jaren gesteld. En men vindt dan, het Hof vindt dan, in dat geval, als ze gegratieerd zou worden, dat zo iemand niet onbehandeld terug mag komen in de maatschappij. Gezien grote kans op herhaling van hetzelfde wat nu gebeurd is. Eind 2001 wordt de B opgepakt nadat in Haagse ziekenhuizen keer op keer patiënten op mysterieuze wijze sterven. Dit gebeurt telkens als zij dienst heeft. Volgens deskundigen is de kans dat dat toeval is 1 op 342 miljoen. Overigens heeft Lucia zelf het vonnis niet aangehoord. Ze liep vanmiddag boos de rechtszaal uit terwijl ze uitriep: ik hoef dit allemaal niet te horen, ik heb dit niet gedaan. Maar justitie denkt daar dus anders over. Voor nabestaanden betekent de veroordeling een grote opluchting, zoals voor Leo Coley, die zijn moeder verloor. Het is zonder meer een sluitstuk. Ik ben blij dat het gebeurd is. Ze krijgt de straf die ze verdiend heeft. En wij kunnen het ook afsluiten, nu. Tenminste, ik dan. Ook de Haagse ziekenhuizen, waar Lucia 4 kinderen vermoordde, zijn blij dat het boek eindelijk dicht kan. Toch zien ze ook een andere kant van de zaak. Door de uitspraak van de rechtbank betekent het ook wel dat ze het gedaan heeft. En dat betekent, ja, toch wel een enorm verdriet in mijn ogen voor de kinderen of de ouders van de kinderen die zijn overleden en voor de kinderen weer van de ouderen die zijn overleden. Of Lucia in cassatie gaat tegen het vonnis is nog niet bekend. Een massale politiecontrole op verschillende vaarwegen en op de A1. Op de Rijksweg zijn in totaal ruim 7000 automobilisten gecontroleerd op alcohol. En daarvan hadden er 60 te veel gedronken. De schippers deden het een stuk beter. Geen van hen werd betrapt op overmatig alcoholgebruik. Met maar liefst 13 schepen controleerde de waterpolitie gisteravond en vannacht op de belangrijkste vaarwegen van Nederland. Van Delft tot Maastricht, van Gorinchem tot Vlissingen. Overal werden schippers aangehouden om te blazen. De actie had zelfs een internationaal karakter. Op dit moment worden deze controles ook gehouden op de water in Duitsland, in Frankrijk en in Zwitserland. Want het is natuurlijk een internationaal probleem. De schipper die bijvoorbeeld hier in Amsterdam vertrekt, die heeft als bestemming Basel. Dus die varen daarna ook door Duitsland en Zwitserland en Frankrijk. Nou, daar kan die ook die ongevallen veroorzaken. En daar willen we tegengaan. We willen dat signaal afgeven. Dat er niemand betrapt kon worden met een slok op is volgens de KLPD opmerkelijk te noemen. Tijdens de eerste 5 maanden van dit jaar kregen namelijk al 17 schippers een bekeuring. Over een traject van 170 kilometer werden automobilisten gecontroleerd bij de toe- en afritten van de A1. Bij het Noord-Hollandse Muiden waren beide rijbanen afgesloten. Daar reden de bestuurders in een fuik. Eén bestuurder dacht de politie te slim af te zijn door snel van plaats te wisselen met zijn bijrijder. Hij beschikte namelijk niet over het juiste rijbewijs. Helaas voor hem had zijn bijrijder een te hoog alcoholpromillage. Aan de verkeerscontrole op de weg deden in totaal 140 politieagenten mee. De geluidsschermen langs de hoge snelheidslijn zijn levensgevaarlijk voor vogels. Dat vinden de scholieren van de basisschool Apollo uit Prinsenbeek, richting Brabant. De schermen zouden gezandstraald moeten worden om te voorkomen dat honderden vogels zich ertegen te pletter vliegen. En dus liepen de kinderen gewapend met spandoek en megafoon een protestmars. Toen ingenieurs de geluidsschermen ontwierpen, hadden ze er geen rekening mee gehouden dat vogels zich ertegen te pletter zouden vliegen. De West-Brabantse vogelwerkgroep heeft in korte tijd al ruim 400 dode vogels gevonden. Daar kan je makkelijk maal 10% doen.
Omdat degene die hier slachtoffer vallen, 's morgens of overdag, die worden s'avonds door Rijntje de Vos en katjes en andere roofdieren lekker verorberd. Het is hier een tafeltje dekken iedere avond. Hè? De schoolkinderen hopen minister van Verkeer en Waterstaat Carla Peijs met behulp van handtekeningen en getekende oplossingen te overtuigen dat er iets moet gebeuren. Heel veel vogels gaan dood ook van heel veel soorten die er al bijna niet meer zijn. En vogels hebben net zoveel respect als ons, moeten ze tenminste krijgen. Vogels hebben ook rechten. Je zou het zelf ook niet zo leuk vinden als je zelf zo'n vogel was en jezelf zo te pletter zou vliegen als tegen de geluidswanden. Door de glazen wanden bijvoorbeeld te laten zandstralen zou minister Peijs veel onnodige slachtoffers kunnen voorkomen. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt haar te overtuigen. Tot vandaag. Het is ontzettend jammer dat dit gebeurd is. En ik vind het ontzettend erg van die vogels. Ik hou zelf ook erg van vogels. Maar de oplossing is nummer 2. Om nou te zeggen, zandstralen kan. Maar misschien zijn er ook andere oplossingen. Dus ik heb tegen mijn mensen gezegd, kom met een oplossing. En dan gaan we kijken hoe we dat zo snel mogelijk voor elkaar kunnen krijgen. Want dat moet natuurlijk niet aan de gang blijven. De scholieren kunnen dus opgelucht ademhalen. Peijs heeft toegezegd het probleem voor het najaar te hebben opgelost. Nog één nachtje slapen en dan is het erop of eronder. Het Nederlands elftal moet morgen winnen van Tsjechië. Anders wordt het wel heel moeilijk om de kwartfinales te halen. Nou, de wedstrijd tegen Duitsland geeft weinig hoop, want zo'n flitsend partijtje voetbal was nou ook weer niet. Maar ja, je hebt van die Nederlanders, die blijven een eeuwig optimist. Oranje, oranje, oranjest, hebben ze waarschijnlijk gedacht in de Den Helderstraat in Den Haag. Ondanks het slechte spel van onze jongens hebben ze hier keihard gewerkt. Ik heb er 2 weken speciaal vrij ervoor genomen. Ja, we hebben er al echt meer dan 1000 uur werk in zitten, zeker. En het is eigenlijk nog helemaal niet af. Ik ben nog helemaal niet tevreden. Ik heb nog veel meer bij. Toch staat er zelfs al een tent en alle wedstrijden worden daarin nauwlettend gevolgd. Biertje erbij, hoort je toch bij. Gezelligste huiskamer van heel Nederland. Vandaag zitten er maar een paar buurtgenoten te kijken naar Bulgarije, Denemarken. Maar als Oranje morgen tegen Tsjechië speelt, zit het stampvol. In principe moet je gewoon winnen van die Tsjechen. Als je kijkt wat je op papier in huis hebt, dan moet je van elke ploeg kunnen winnen. Ik denk een gelijkspel. Maar deze ene zegt 3-1, 2-1. Ik denk 3-1. 3-1, dat is wel de bedoeling, want anders wordt het een rotzootje. Die hebben verstand van voetballen, deze. 2-1. Dat weet ik zeker. En hij heeft ook verstand van voetballen. Maurice de Hond onderzocht hoe de Nederlanders onze kansen tegen Tsjechië inschatten. 43% denkt dat Oranje zal winnen, terwijl bijna een derde verwacht dat we verliezen. 23% rekent op gelijkspel. Alles hangt er natuurlijk vanaf wie advocaat laat spelen. In Den Haag dromen ze soms van wel heel bijzondere opstellingen. Van Nistelrooy. En natuurlijk Hofstede van Den Haag. Die moeten natuurlijk bij, maar ja, dat wordt nog een moeilijk verhaal, want die is onbetaalbaar. Nou goed, maar eerst even een voorproefje van wat je morgenavond hoort in de Den Helderstraat als Oranje scoort tenminste. Zometeen, Timothy en Johnny zijn in Nijmegen flink in het zonnetje gezet. De helden hebben namelijk een bejaarde vrouw van de verdrinkingsdood gered. En wat zit er na het weer in shownieuws? De zusjes Kleeman, ze zijn vanavond eregast op de jaarlijkse Playboy Party. En het huwelijk van Ruud van Nistelrooy op internet. 3 fans doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. Dat straks, eerst de jarenlange strijd van de familie Esselink. Al 10 jaar lang pleit Wim Esselink voor spoorbomen en knipperlichten op de spoorwegovergang waar zijn vrouw en dochter zijn verongelukt. Het is een onbewaakte overgang, even buiten Winterswijk. Alleen 2 rood-witte kruizen moeten duidelijk maken dat er misschien een trein aan kan komen. Tot nu toe zijn er op die plek al 4 doden gevallen. ProRail, dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid op het spoor, onderneemt vooralsnog niets tegen deze onbewaakte overgang. Andere overgangen hebben prioriteit. Per uur passeren 4 treinen de Klandermansweg in de Achterhoek, maar zonder knipperlichten of waarschuwingsbel. Dus moet je zelf goed uitkijken. Dan loop je maar eens even mee. Dan zien we dat we bijna tot op circa 3 meter van de rails moeten rijden. Voordat we de rails echt in beeld hebben en dat we die trein zien aankomen. Het monument voor Wims vrouw Gerry en zijn dochter Lisanne markeert de plek waar ze om het leven kwamen. En sindsdien strijdt hij voor de komst van knipperlichten en slagbomen bij de overgang.
ik ben me ervan bewust dat mijn ouders hier op 300 meter afstand van wonen. En ik heb aan het ongeval gezien dat iedereen dit kan overkomen. Hè? Want men denkt van, ja, een ongeluk gebeurt altijd een ander. En dat betekent dat iedereen hier in de buurt is potentieel kandidaat om hier, omdat hier wat gebeurt. En naar mijn idee is het maatschappelijk onaanvaardbaar om nog een overweg onbeveiligd te laten. Wim's ouders wonen vlakbij de kruising en denken nog vaak aan de dodelijke ongevallen. Iedere keer kijk je met angst en beven naar de spoorbaan, dat er weer een vreemd geluid van de trein komt. Een krassende rem, daar schrik je weer van. De familie Esselink vraagt al jaren om de beveiliging, want ze zien dagelijks veel fietsers, kinderen en toeristen oversteken. Is iedereen die hier in de buurt fietst of loopt zich van bewust dat daar een trein langs komt? Niet iedereen, nee. Omdat er geen lichten en geen halve bomen zijn, denken ze vaak dat het een dode baan is. ProRail wil het liefst de overgang sluiten, want geld voor knipperlichten en slagbomen heeft ze niet zomaar. De aanleg van zo'n installatie kost zo'n 500.000 euro. Nou, we proberen natuurlijk ongevallen altijd voor te zijn, dus we hebben heel veel overleg met gemeentes om situaties veiliger te maken, want daarvoor zijn wij verantwoordelijk. Maar helaas komt het voor dat er veel ongelukken gebeuren en daar waar de meeste ongelukken gebeuren, dus de meest gevaarlijke situaties, die pakken we toch het snelste aan. In Winterswijk zijn al wel 4 bewaakte overgangen verbeterd. De gemeente wil nu dat ProRail de onbewaakte kruising onder handen neemt. U kunt als gemeente er toch ook druk op de ketel zetten bij ProRail? Ja, dat hebben we nu ook gedaan en we willen ook graag een uitspraak van hun en daar zitten we op te wachten. En dan kunnen we kijken van, ja, willen ze nu werkelijk een overweg afsluiten en willen ze dan hier wel maatregelen nemen? En daar hopen we dan misschien op. Dus kan het nog wel jaren duren voordat er daadwerkelijk een bewaakte overgang aan de Klandermansweg komt? Je moet preventief zorgen dat hier geen ongelukken gebeurt. En met een beveiliging erbij in de vorm van knipperlichten heb je als maatschappij alles gedaan om de burger te waarschuwen dat hier een gevaarlijke situatie is. Nico Brouwers is ijskomman in Coevorden en sinds kort een hele boze ijskomman. Al 10 jaar is hij dag in dag uit bezig met het maken en verkopen van ijs. Toen hij te horen kreeg dat hij door de ANWB in de top 3 van Nederland was gezet, sprong hij een gat in de lucht. Dat is natuurlijk hele goede reclame. Tot er een foutje werd gemaakt in de publicatie van de resultaten. Hoe is het ijsje? Lekker. Wat heeft u er voor een? Ik heb boerenjongens. Als ik in de stad ben, ga ik hier even aan. Of een kopje koffie, of een ijsje. Voor de inwoners van Coevorden is een bezoekje aan de ijssalon van Nico Brouwers vaste prik. Hij maakt zijn ijs zelf. Klaar, je probeert iedere keer weer nieuwe dingen, nieuwe ideeën te creëren om die mensen weer te prikkelen van, hé, wat heb je nou weer? Lekker proberen en zo. In het begin kenden de mensen hier alleen maar 2-3 soorten ijs. Begin dit jaar sprong Nico een gat in de lucht. Uit een nationale ijstest van de ANWB bleek zijn ijs zeer goed uit de bus te komen. Zo goed dat hij in de top 3 kwam te staan. Ontzettend blij. Ja, natuurlijk, want het is toch ergens een bevestiging van je uit de hand gelopen hobby, dat je het goed doet gewoon. Maar de blijheid over de notering sloeg om toen de ANWB de resultaten van de ijstest publiceerde in De Kampioen, die deze week bij bijna 4 miljoen huishoudens op de deurmat valt. De schrik sloeg Nico om het hart toen hij las dat zijn ijs wel lekker was, maar dat het slecht gesteld is met de hygiëne in de zaak. Een minnetje staat er. En dat terwijl hij 2 plusjes zeer goed zou krijgen. Een foutje van de ANWB. Het is eigenlijk sprake van een doodordinaire productiefout. Iets wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. En dat gebeurt nu. En met alle gevolgen van die. Je bent zo met je roep bezig. Je bent er zo bezeten van als je dan maar met 1 negatieve ding, wat je dus gewoon eigenlijk aangerekend kan worden, geconfronteerd wordt. Nou, dan heb ik echt het idee van, nou, ik ga morgen de tent verkopen, want mijn motivatie zakt me nou echt in de schoenen. De ANWB heeft op de site de fout gerectificeerd en met excuses een grote bos bloemen naar Coevorden gebracht. Johnny en Timothy zijn 2 bijzondere tieners uit Nijmegen. Begin deze week redden ze een bejaarde vrouw van de verdrinkingsdood. De 85-jarige vrouw wilde de eendjes voeren, maar viel in de vijver. Dankzij het kordate optreden van de jonge helden kan ze het navertellen. Maandagmiddag waren Johnny en Timothy aan het waterfietsen toen een bewoonster van het aangrenzende verzorgingshuis in de problemen kwam. Ze verloor de controle over haar rollator en belandde in de vijver. We waren een beetje rond aan het fietsen. En toen op een gegeven moment hoorden we een plons.
ik dacht, ja, dat is een eend. En hij zei, nee, kijk nou eens, joh. En ik keek zo achterom zo, naar die kant heen. En toen, ja, toen was het echt iemand. De jongens bedachten zich geen moment en schoten te hulp. Terwijl Timothy de vrouw boven water hield, belde Johnny de politie. 2 minuten later hadden ze het slachtoffer op het droge. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Kijk, in eerste instantie kreeg je een melding dat er dus weer qua jongens met waterfietsen het spoken zijn. En dan ga je even kijken, inderdaad, wat ze aan het doen zijn. En ja, achteraf is natuurlijk geen qua jongensstreek. Het is een hellestreek. En zo denkt de burgemeester er ook over. Vanmiddag zette hij de dappere tieners in het zonnetje. Jullie zijn nu echte helden. Ja, volgens de burgemeester wel. Maar ik vind het zelf ook wel. Ja. En jij? Ja, eigenlijk hetzelfde. Het is wel leuk allemaal en zo. Ik vind het wel tof van de burgemeester. Het verzorgingshuis waar het slachtoffer woont heeft de jongens met hun familie een heerlijk diner aangeboden. Het is over deze uitzending van vrijdag 18 juni morgenavond. Dan zijn we er weer. En dan zijn we er om 10:30. We zien u graag zometeen terug bij Shownieuws. Tot zo. Ja, heer Wachtzeg. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan met de Hart van Nederland tiplijn 020 800 4x7. Regenstein, scholengemeenschap hier in Rijssen. Het regent nog een heel klein beetje, maar daar kwam ik niet voor. Want ik kom hier voor klassen die zijn weg geweest naar Roemenië. Waarom zijn jullie naar Roemenië geweest? De school daar en het dorpshuis op de knap. Welke plaats was dat? Salacea. En hoe lang hebben jullie daarover gedaan? 10 dagen. En welke klassen zijn het? Klas 4, techniek, schilden, metselen, timmen en gemengd theoretische leerweg van de MAVO. Ah, en we gaan nog meer leerlingen opzoeken. Hoe zijn jullie aan het geld gekomen? We hebben 7500 flyers verkocht, daar hebben we 2 euro stuk voor gekregen. En andere bedrijven uit de buurt hebben ook geld gesponsord om het hele project te financieren. Ah, dus jullie hebben spierballen gekregen? Ja. Dat lijkt me toch wel een hele lange reis, hoor. Ja, 1700 kilometer. En wanneer zijn jullie vertrokken? Gisterochtend heel vroeg en we zijn net aangekomen. Ah, ben je moe? Ja, heel erg. Maar jullie hebben nog wel feest gevierd, geloof ik, hè? Ja, we hebben s'avonds in een restaurant hebben met z'n allen met de hele groep een pilsje gedronken. En waarom? Omdat we allemaal geslaagd zijn, de hele groep. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, ze zijn met hun allen geslaagd. Het weer is wat minder geslaagd, het regent af en toe, dat blijft ook zo. Morgen heb ik ook nog steeds veel bewolking staan, toch ook wat meer zon, vooral in de middag. En nog steeds ook die buien met kans op onweer landinwaarts. Ja, misschien zelfs wel hagel. Aan de andere kant, de wind is niet al te sterk, matig tot vrij krachtig. En die komt uit richtingen tussen west en noordwest. Als we naar zondag kijken, gaat die temperatuur iets omhoog, richting de 17 of de 18 graden. Nou, misschien halen we de 19 plaatselijk nog. En verder zon, maar opnieuw kans op buien met landinwaarts, misschien wel onweer. De wind komt zondag uit westelijke richtingen en zal matig tot vrij krachtig zijn. Zullen we maar naar binnen? Ja. Kom op. De vooruitzichten. Wel, het wordt warmer volgende week. Maandag heb ik 19 graden staan, enkele regen- of onweersbuien, redelijk wat zon. Op dinsdag een zwoele dag, 20 graden, ook een regen- of onweersbui, pittige buien trouwens. En op woensdag ook nog buien, maar wel de 22 graden lijkt het toch een heel klein beetje zomer. En jullie hebben je feest al gehad, of komen er meer? Ja, er komen nog meer. En? Wanneer? Vanavond naar Lucky toe. Nou, vier hoor. Jullie hebben het helemaal verdiend. En wat ons betreft vanuit Rijssen even op zijn Twents, hè? Hoe ging dat ook alweer? Tot morgen! En morgen, tot morgen. Morgen om 9:30 laten we ze zien. De allerergste wegmisbruikers. Om 10:30 Hart van Nederland, gevolgd door Oranje in Portugal. Met cabaretiers Figo Waas en Peter Heerschop. Om 11:45 Highlander 3, de Final Conflict met Christopher Lambert en Mario Van Peebles. Morgen op 18:00 Wegmisbruikers en Oranje in Portugal.